Hallo iedereen en welkom in een nieuwe video, een nieuwe week. En uh, vandaag werd ik geleid om het met jou eventjes te hebben over de redenen of het nut van een uh, scheiding in twillingvlamconnecties, uh, omdat ik weet uit ervaring dat um, een dergelijke uh, periode of het, het uh, het proces waarin dat je weer uit elkaar gaat, of waarin dat je niet samen bent, of waarin dat er zelfs geen contact is, is uh, niet altijd de meest leuke en plezante fase. Maar het is wel net in die fase dat uh, beide partners, beide energieën eigenlijk, de kans krijgen om door heel veel zaken heen te gaan, om de lessen te leren, om te healen en eigenlijk om te groeien zodanig dat uh, beide energieën eigenlijk veel beter afgestemd zijn op elkaar, om dan eigenlijk van uh, de volgende keer eigenlijk wanneer dat ze samenkomen op een harmonieuze uh, manier kunnen samenkomen, zonder het uh, de push en de pull, zonder het te trekken en afstoten, zonder het uh, zonder dat wanneer dat uh, de uh, wonden eigenlijk gespiegeld worden in de andere. Zonder dat dat heel kwetsend hoeft te zijn. En waardoor dat je veel gemakkelijker in een harmonieuze staat van die liefde kan uh, blijven. Dus daarom werd ik geleid uh, om een video daarover te maken. Uh, ik kan daar zo uitgebreid over gaan uh, als mogelijk is. Ik heb er ook al over geschreven in mijn boek 96 Vlammen. Maar de drie belangrijkste zaken die uh, ik zelf ervaren heb in, uh, of doorheen, of tijdens de scheiding met mijn tweelingvlam, is dat, um, uh, dat zijn de dingen die ik nu met jou uh, ga delen. Maar het is belangrijk om te weten dat wanneer dat je uh, naar een scheiding toe gaat, um, en dat is wat, wat ik ook gemerkt heb in het begin, de eerste keer dat wij een scheiding hadden, dan ging uh, dat eigenlijk op een heel uh, dramatische manier, uh, waarbij dat we allebei vanuit onze gekwetstheden en eigenlijk een stukje tegelijkertijd, doordat we vanuit die gekwetstheden reageerden, eigenlijk onszelf probeerden te beschermen. Weliswaar was het eigenlijk op dat moment dat we dachten dat de ander degene was die ervoor zorgde dat we ons gekwetst voelden. Maar eigenlijk het enige wat de andere constant spiegelde, was eigenlijk de wonden die er iets in onszelf zijn. En dat is tegelijkertijd ook het eerste punt waar uh, dat ik het met je over wil hebben. En eigenlijk de reden is waarom dat tweelingen uit elkaar gaan. In die zin, je bent nooit niet echt volledig uit elkaar, maar uh, waar dat jullie elk jullie eigen pad eventjes wandelt, voordat hij er terug samenkomt. Dus die eerste touch and go, zoals ik het graag noem, is eigenlijk uh, bedoeld om elkaar te gaan activeren, om uh, die energieën um, door het feit dat jullie contact maken en die energieën gaan gaan verstrengeld gebruiken, wordt eigenlijk een, een volgende fase in de ontwaking um, tot stand gebracht. Met als doel, en daarom zeggen ook heel veel uh, mensen die bezig zijn of die coachen rond twillingvlammen van, uh, de eerste bedoeling van dergelijke connectie is eigenlijk je eigen groei, je eigen ascensie en dat klopt ook zo, maar daar stopt het niet. Um, maar dat is dus inderdaad de eerste stap en een van de belangrijke fasen, waarbij dat je um, naar binnen gaat, Waar, waarbij dat je de tijd neemt en de ruimte krijgt en daarom verdwijnen eigenlijk de tweelingvlam eventjes weer op de achtergrond, omdat het belangrijk is dat je heel veel zaken in jezelf had gaan hielen. dat je heel veel zaken had gaan aankijken en dat je eigenlijk beseft dat wanneer dat de andere, dus je tweelingvlam iets zegt of iets doet en dat uh, maakt jou boos, dat maakt jou, uh, dat voelt, laat jou gekwetst voelen of dat maakt jou aan het huilen of wat dan ook, dat er eigenlijk niet zozeer de oorzaak bij de ander ligt, maar dat de ander jou eigenlijk een dienst beweest. Want op dat moment toont hij of zij aan jou waar dat jij nog te helen hebt, waar dat de wonden zijn, die etterende wonden waar dat we heel lang geen aandacht aan besteed hebben. En eigenlijk altijd maar weggeduwd hebben. Dus, uh, en dat komt net door dat feit dat de andere, dus jouw tweeling, eigenlijk een geascendeerde versie is van jezelf. Wat dat wil zeggen, dat eigenlijk de andere is eigenlijk jou. Dat is jouw energie. Maar die heeft door de opvoeding, door een andere opvoeding, door andere uh, zaken dat ze meegemaakt hebben in, 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 in de, als ervaring in hun leven, in dit en vorige levens hebben ze andere talenten iets kunnen ontwikkelen en vaak zijn dat de zaken waar jij nog niet voldoende in ontwikkeld bent. Dus dat is ook hetgeen wanneer je eigenlijk beide energiezones samenbrengen, dan zou je eigenlijk kunnen zeggen dat alles 100% is. Dat elk talent, elke vaardigheid, dat wel één of van één of beiden of allebei, wanneer je het samenbrengt, eigenlijk tot een soort van 100% komt in het volledig ontwikkeld zijn van dat talent of die vaardigheid. Dus daarom maakt dat ook dat dat zo, uh, pijnlijk is om eigenlijk hetgeen wat, de, om te zien in de ander wat dat jij eigenlijk zou kunnen zien, waar dat jouw potentie eigenlijk nog ligt. Um, en vaak is het net ook dat, die overweldigende, uh, dat overweldigend beeld dat je hebt van de ander en eigenlijk het onbewuste weten dat je zelf ook die talenten hebt en ook die kracht hebt om, uh, te zijn wie dat je hoort te zijn. Dus dat maakt allemaal dat uh, die, uh, dat trekken en de aanstotten er is. Dus eigenlijk uh, twee zijn twee energieën en die hebben beide een positieve en negatieve pool, maar wanneer dat die samenkomen en nog niet de juiste frequentie hebben dan stoten die elkaar weer af. Net om te gaan leren en om zich opnieuw te gaan kalibreren eigenlijk om zodanig dat je de juiste frequentie weer hebt Wanneer hij dan weer samenkomt, dat die uh, samensmelting eigenlijk veel harmonieuzer verloopt en niet meer heel je systeem overhoop haalt. Dus je wonderheling is uh, het eerste punt en de eerste belangrijkste reden waarom dat tweelingblammen uh, weer uit elkaar gaan. Dus waarom dat die separatie, die scheiding, um, die uh, periode alleen uh, noodzakelijk eigenlijk is. Uh, en daaruit, uh, of eigenlijk al gekoppeld, want niets is uh, los te zien. Maar dat is een tweede punt waar, waar, dat ik opgeschreven was, is dat eigenlijk je doorheen die uh, afscheiding, of die scheiding, ik zal het zo zeggen, dat je leert eigenlijk, uh, om volledig zelfstandig te zijn. Dus dat je eigenlijk leert als individu te groeien naar eenheid. Eenheid in jezelf, waarin dat je inderdaad, zoals ik daarnet zei, jouw eigen energie gaat gaan zodanig kalibreren en gaat gaan, uh, verhogen, zodat je tot in je eenheid komt in jezelf. Waarbij dat je geleerd hebt om je vrouwelijke en je mannelijke energie samen te laten werken op een gebalanceerde manier, maar vanuit de geheelde energie. Dus niet meer vanuit de vervormde vrouwelijke energie, of niet meer vanuit de vervormde mannelijke energie. En dus, uh, dat is ook hetgeen wat je leert, uh, wat doorheen in die scheiding. En dat maakt dus dat je doorheen je volledige tweeling van het proces gaat zien, dat er periodes zijn waarin dat er meer, meer communicatie is, maar wanneer dat uh, de een of de andere, en vaak is beden, weer moeten of mogen werken aan stukken in zichzelf, dat je dan eigenlijk automatisch weer elkaar een stukje gaat gaan wegduwen. En uh, net daarom is een eerlijke en open communicatie heel belangrijk, omdat je dan ook kan aangeven van, kijk, ik heb nu ruimte nodig voor mezelf, ik kan hetgeen wat er aan gaande is tussen ons bijvoorbeeld niet extra erbij nemen. En dan uh, geef je eigenlijk aan dat dat je de ander eigenlijk ook niet echt altijd nodig hebt. Dus de, de, die eenheid in jezelf is er. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk ook uh, de basis legt voor die heilige relatie, waarbij dat eigenlijk twee volledige individuen, twee geheelde individuen, die één uh, zijn, zijn in zichzelf, dat die eigenlijk vanuit die eenheid samenkomen en dan daar eigenlijk een derde uh, entiteit, een derde energie gaat gaan neerzetten waar mensen dan in spreken van die heilige relatie. Maar die heilige relatie kan er niet komen wanneer er geen eenheid is in beide individuen. En dat is, daarom is, uh, ervaar ik het zelfs uh, als een voordeel om iets langer in uh, die scheiding te blijven. Nu, scheiding betekent niet dat uh, er totaal geen communicatie is. Er kan nog communicatie zijn, maar uiteindelijk... Of het nu communicatie is, dus op 3D of op 5D, er is altijd communicatie. Alleen zijn we het ons niet altijd ervan bewust. Dus um, het tweede punt waar dat, uh, we toe geleid worden door die scheiding is net. Om te leren om zelfstandig te zijn. Om te ontdekken van waar dat we eigenlijk nog te veel gerekend hadden op anderen. Om onze problemen op te lossen. Of voor, om voor ons te zorgen. Of uh, om ons te bevestigen in het feit dat we goed genoeg zijn. Of dat we ertoe doen. Of om het, uh, het, het beantwoorden van liefde uh, te ervaren. Terwijl dat eigenlijk liefde al in jou aanwezig is. En jouw tweelingplan weerspiegelt eigenlijk enkel alleen die liefde. Dus uh, dan leren we om zelfstandig te zijn in plaats van afhankelijk te zijn van anderen vanuit leegte. En dan creëer je een relatie waarin dat je wel nog de anderen nodig hebt, maar niet nodig in de zin vanuit de leegte en vanuit dat de, de andere iets aanvult in jou wat je zelf niet hebt. Nee, het is een aanvulling. Dus eigenlijk geen invulling, maar het is een aanvulling. En dat maakt dan, wanneer je dan samenkomt, dat je eigenlijk elkaar gaat gaan versterken. Dus je gaat elkaar niet aanvullen of invullen, maar je gaat elkaar gaan versterken. Um, en dat uh, maakt dat je natuurlijk uh, nog een stuk krachtiger wordt. En um, een derde punt, uh, wat ik als heel belangrijk heb ervaren, uh, doorheen de schijningsfase van uh, mijn tweelingvlamconnectie is dat je eigenlijk leert dat in relaties het niet nodig is om jezelf volledig te gaan verliezen. Um, want vaak ga je merken, um, en dat, is, dat kan zowel bij de man als bij de vrouw zijn, dus dat hoeft niet per se bij de een of ander te zijn. Uh, het, gaat voornamelijk, het is voornamelijk een, een, een mechanisme die ontstaat vanuit die vervormde vrouwelijke energie. En je weet, vrouwelijke en mannelijke energie is in, alle, in ieder van ons aanwezig. Maar dat dus is voornamelijk verbonden met vrouwelijke energie. Waarbij dat uh, we eigenlijk vanuit die oerwonden, waar ik al eerder over gesproken heb in een andere video, eigenlijk willen de anderen weer gaan absorberen. Maar daardoor versmachten we natuurlijk de anderen, geven we die geen ademruimte meer, geen vrijheid meer. En dus door geen scheiding leren we eigenlijk om onszelf niet meer te verliezen. Doordat we eigenlijk die leegte die er al in ons was, te gaan vullen met liefde voor onszelf, en uh, daarvoor niet meer afhankelijk te zijn van de buitenwereld, dan uh, creëren we eigenlijk de ruimte zodanig dat we, ongeacht of we nu in een relatie zijn of niet, ongeacht of onze tweelingblam nu bij ons is of niet, dat we eigenlijk perfect in staat zijn om voor onszelf te zorgen. En we hoeven ons niet meer aan te passen aan de anderen om nog meer liefde te ervaren of om, nog, uh, uh, of om er zeker van te zijn dat de ander bij ons zal blijven. Integendeel, bij connecties is het net zo dat hoe meer dat je jezelf bent en hoe meer dat je je authentieke energie deelt en toont, niet alleen naar je tweelingblam, maar ook gewoon naar de buitenwereld, hoe magnetischer en hoe aantrekkelijker dat je wordt eigenlijk voor jouw uh, goddelijke of universele uh, partner of zielsconnectie. Dus uh, voor jouw tweelingblam eigenlijk. Dus net daarom um, ga je ook merken dat heel veel tweelingvlammen ook aangeven. Dat vooral voor de vrouwelijke energie, dus voor de Divine Fenomen en de, de connectie. Dat belangrijk is dat zij ze gaat focussen op zichzelf. Dus zij geeft de taak om zich te focussen en de, op de verbinding dat zij heeft met, de, met haar bron, met het universum en met haar eigen ziel. En om van daaruit uh, aandacht en tijd en energie vrij te maken om haar passie en haar missie vorm te geven en neer te zetten um, hier op aarde. En dan pas in een later stadium ga je merken dat eigenlijk de mannelijke energie zich, da zich daar gaat gaan, um, bij, bij haar gaat gaan bijvoegen. Eigenlijk. Dus dan vormen ze eigenlijk die eenheid. Maar de vrouwelijke energie loopt eigenlijk een stukje voorop um, en neemt keuzes. Ze wacht ook niet. Totdat de mannelijke energie er is, of totdat ze überhaupt weet van wat dat de mannelijke energie gaat beslissen. Nee. De vrouwelijke energie vertrouwt op de verbinding en vertrouwt op hetgeen wat ze doorkrijgt via haar gids, via haar lichtteam. Om haar missie vorm te geven, om haar missie te ankeren. En dat is eigenlijk die hoge priesteres, waar heel veel mensen ook over spreken. Dus hoe meer en hoe meer je als vrouwelijke energie. Jouw missie en jouw passie gaat gaan vormgeven en gaat gaan neerzetten in uh, de 3D-wereld, dus in, drie, in jouw realiteit. Hoe meer je ook gaat merken dat dat eigenlijk ook creatie, uh, creaties niet, hoe dat dat eigenlijk ook veranderingen en verschuivingen teweeg brengt in jouw tweeling-connectie uh, uh, en dus in je partner. Dus dat zijn eigenlijk drie belangrijke zaken uh, die ik zelf heb ervaren uh, en dat ik ook zie gebeuren bij anderen uh, wanneer dat gaat in, uh, over een scheiding van uh, tweelingvlamconnecties, omdat we ook net weer moeten leren dat uh, de connectie er altijd is. Ook al is er geen communicatie in de 3D, we mogen vertrouwen dat die connectie er altijd is. En net daarom leren we eerst te vertrouwen op die 5D-energie, op die connectie die er daar is, op de telepathische communicatie. En Wanneer je daarop vertrouwt, dan kom je uiteindelijk op een fase dat je eigenlijk berichtjes of telefoons of wat dan ook niet meer nodig hebt. Om te weten hoe dat met de anderen gaat. En dat, dat, dat zijn allemaal ook dingen die ik zelf ook geleerd heb doorheen, die, um, doorheen eigenlijk de scheiding. Uh, ook door het feit dat wij uh, op een hele afstand van elkaar wonen, is het niet altijd evident om, en zeker nu met corona, af te spreken. Uh, dus dat is hetgeen dat... dat dat voor ons er net voor gezorgd heeft dat onze connectie heel krachtig is. En dat we ook ervaren en weten en ervaren hebben hoe krachtig dat die connectie ook op elk niveau is. Los van het fysieke, waar we in de meeste relaties voorheen uh, gekend hebben. Waar vroeger de meeste relaties ontstaan zijn eerst van het fysieke en dan bouw je een mentale. Als dat lukt, dan dat lukt het ook niet bij iedereen. Dan misschien ook een emotionele, maar die energetische connectie is er nooit volledig zoals we ze nu kennen. Waar dat nu bij ons als tweelingvlammen die uh, connectie eigenlijk op een volledige andere manier is ontstaan. En waar dat fysieke eigenlijk de laatste fase geworden is. En niet de eerste, zoals in alle vorige soulmate-relaties, uh, karmische relaties, of wat dan, je ze ook wil noemen, dat wij gehad hebben. Dus, uh, een hele korte uh, herhaling nog van de drie punten. Dus één. De reden waarom dat de scheiding heel belangrijk is en waar je eigenlijk mag op focussen en uh, je aandacht op richten, is dus je wonden healen. Um, dat dat zowel voor beide partners en elk voor zich. Zodanig dat wanneer je samenkomt dat je elkaar niet meer triggert. Of dat, dat je elkaar niet meer triggert in die wonden. Dus dat eigenlijk die focus voornamelijk kan uh, uh, zijn op de onvoorwaardelijke liefde die er uh, altijd is uh, tussen jullie. En dan twee, het leren om zelfstandig te zijn. Dus waar je eigenlijk dus leert om in die eenheid te komen, in jezelf. Te vertrouwen op jezelf, te geloven in jezelf. En te weten dat eigenlijk uh, alles dat uh, er is, ook voor je hoogste goed is. en uh, Ook al zijn het obstakels en problemen. Um, en waar dat we dus eigenlijk niet meer... Dus dat we dan eigenlijk ook dat stukje, die afhankelijkheid en die verlatingsangsten, die bindingsangsten en al die andere zaken uh, kunnen gaan healen. En dan het derde stukje, eigenlijk leren om gewoon, echt gewoon letterlijk jezelf te blijven. En om niet meer aan te passen, om beter bij de anderen te horen, of wat dan ook. Hou je van romantische films en je partner houdt van horror, en wat is oké. Okay. Dat mag, jullie hoeven niet over alles hetzelfde uh, te denken, te voelen, uh, of leuk te vinden. Dat hoeft niet. Uh, en dat is het stuk waar we dan eigenlijk die eenheid en individualiteit gaan creëren. Dus we komen samen in eenheid, maar we blijven elk ons eigen individu en ons eigen talenten en ons eigen interesses, ons eigen uh, behoeften en wat dan ook. Dus dat zijn eigenlijk de drie punten uh, die ik wil meegeven in deze video. Ik hoop dat je er iets aan gehad hebt. Het is niet alleen voor tweelingvlammen van toepassing, maar eigenlijk ook in heel veel andere relaties kun je dat gaan toepassen en kun je dat gaan, uh, gaan ge gebruiken. Zo, euh, ik hoor het graag als jullie nog graag dingen willen weten over tweelingvlammen of andere relaties. En dan maak ik daar uh, opnieuw weer een, een leuke video van. En uh, wil je met mij samenwerken, omdat je zelf in een connectie zit, of je bent een lichtwerker en je wilt je passie gaan neerzetten vanuit je vrolijke energie, vanuit flow, vanuit je nieuwe gehoorde energieën, ook dan uh, kan je zeker met mij samenwerken. Kijk gewoon in de box uh, hieronder. En dan vind je wel uh, op welke manier dat wij kunnen samenwerken. Zo, so, dat was het voor nu. En ik zie je in de volgende. Dag! Oh! Vergeet ook niet te abonneren. Ik vergeet dat altijd. En dan zeggen mijn kinderen: Mama, je moet dat zeggen. Dus bij deze heb ik gescoord. Druk op abonneren. En uh, geef een like als je dat leuk vindt. En dan zie ik je in de volgende. Dag!